Dank u wel. Vuilniszakken vol met kleding, voeding, speelgoed en medicijnen. Nog altijd krijgt Maurits iedere zondag tassen vol met spullen voor Oekraïners. Zo. We hebben de aanhanger eens even open. Hallo. Oh, wat fijn. Oh, wat lief. Gewassen, veel plezier ermee. Ah, dat vind ik heel lief van u. Dank u wel. Nou, geweldig. Wij zorgen dat hij er terecht komt. Dank u wel. Ik weet eigenlijk niet wat me echt triggerde, meer de echte behoefte om iets te doen. In eerste instantie wilde ik naar de grens rijden om een gezin op te halen en die hier veilig onderdak te kunnen bieden. Dat hebben we ook gedaan. We hebben hier 10 maanden lang een gezin in de staankerven op terrein opgevangen. Maar ik had eigenlijk al vrij snel zoiets van, ja, dat is leuk, hè? Dan vang je één gezin op. Maar er zijn er nog zoveel meer die hulp nodig hebben. En zo ontstond de stichting Samen voor Oekraïne. In 1 jaar tijd hebben allerlei vrijwilligers uit de regio zich aangemeld om Maurits te helpen met het verzamelen en wegbrengen van de spullen. In totaal hebben de vrijwilligers 16 ritten gereden en bijna 70.000 kilometer afgelegd. Zelf is Maurits in november voor het eerst naar de Oekraïnse grens geweest. En die reis verliep niet vlekkeloos. We hebben in Polen, dat is eigenlijk de eerste keer dat we met deze bus gingen rijden, bleek de achterband niet helemaal goed meer te zijn. We merkten wel wat onbalans tijdens het rijden, maar we hadden zoiets van, nou ja, dat kan ook door de lading komen. En op een gegeven moment op de Poolse snelweg klapte de band eronder uit. Het gaf een schokgolf alsof de hele achteras eronder uit zakte. En toen, wat heb je toen gedaan? Nou, we hebben gelukkig de bus tot stilstand op de vluchtstrook kunnen krijgen. En dan met hulp van de wegenwacht, lokale wegenwacht, hebben we een reserveband eronder uit kunnen krijgen en dan eronder kunnen zetten. De klapband was nog niet eens het spannendst. Het was toevallig de periode dat er een aantal raketten in Polen terechtkwamen. Dus dat was nog best spannend, want we stonden kort voor de grens en mochten het land niet meer uit. Moesten we terug naar Lviv waar de raketten naar beneden kwamen. Dus dat was best wel spannend. Geen mobiel netwerk, tankstations dicht, de tank van de bus was leeg. Dus we hebben echt wel hulp van het leger moeten hebben om het land überhaupt weer uit te komen. Dat was best wel pittig. Maar dan zie je wel met eigen ogen waarom datgene wat wij doen, waarom dat zo hard nodig is. Ja, want als je daar bent, wat tref je dan aan? Wat zie je dan? Nou, wat mij heel erg bevreemde is dat mensen relatief ontspannen zijn. Ik denk dat wij Nederlanders die nooit een oorlog of dreiging van buitenaf hebben meegemaakt, dat niet kunnen begrijpen. Maar je merkt, het leven gaat gewoon door. Mensen zijn meer geïrriteerd dat de winkels weer dichtgaan omdat de luchtalarm weer afgaat. Dat mensen de behoefte heel erg hebben om in veiligheid te komen. Je merkt dat mensen er een beetje gewend aan raken. Het maandelijkse afreizen naar Oekraïne neemt natuurlijk al veel tijd in beslag. Maar ondertussen helpt Maurits ook nog andere gezinnen in de regio die Oekraïners opvangen. Heeft hij nog een eigen gezin, een fulltime job en zit hij midden in een verbouwing. Hoe combineer je dat allemaal? Slaap je nog wel? Verbouwing, dat zie je, dat loopt niet zo als we hadden gehoopt. Prioriteiten stellen vooral. Sociale bezigheden zijn wel een stuk minder. Probeer nog af en toe motor te rijden om een beetje te ontspannen. Ja, en voor de rest veel samenwerken, want er zijn heel veel mensen die iets doen en alles bij elkaar maakt dat je heel veel voor elkaar krijgt. Maar het is echt wel een fulltime baan. Oh, hier is jij. Hi, dan, ja.